Wat is er hier aan de hand? We zijn gealarmeerd voor een gaslekkage binnen een woning. En daarop is een tankautospuit en een hoogwerker die een overdrukventilator bij zich heeft op uitgerukt. Ter plaatse aangekomen bleek dat door verbouwwerkzaamheden een gasleiding binnen in de woning is geraakt. En na meting de woning al behoorlijk vol gas stond. Daarop hebben wij onmiddellijk geventileerd. En de gasleiding middels een spreider dusdanig geknepen dat er nog een minimale gasuitstroom plaatsvindt. Waren er mensen binnen op dat moment? Ja, er waren wel mensen binnen. Er waren mensen binnen aan het werk, verbouwwerkzaamheden. En die zijn onmiddellijk de woning verlaten. En de bewoner heeft ook al onmiddellijk de spanning van de woning afgehaald om erger te voorkomen. Dus geen persoonlijke ongelukken? Nee, gelukkig geen persoonlijke ongelukken. Wachten op de netbeheerder en dan? Ja, als de netbeheerder ter plaatse is, dan gaan ze een afsluiter in de grond opzoeken om de gaslekkage zeg maar, te stoppen.